Ja, moeten we het er toch maar even over hebben, over die rel met Johan Derksen. Ja, zo'n rel begint eigenlijk altijd op dezelfde manier, hè? Ja, want die Haptamu, ja, die had het gezien op tv, wat Johan Derksen had gezegd over hem. En die Haptamu is die Friese Kamerlid, hè? Afkomst uit Ethiopië en Johan die had daar iets over gezegd dat hij geen Fries was. Nou, hij had dat gezien op tv en ja, hij haalde een beetje zijn schouders op. Haptamu, die dacht er niet veel van en dacht van, ja, oké. En misschien niet zo'n geslaagde opmerking, maar ja, laat maar gaan. Ja, en de volgende dag, ja, dan gebeurt het, hè. Zo ontstaat een rel. Want dan verzamelen, zeg maar, deugdneuzen Nederland en politiek correct. Die kruipen bij elkaar en die vinden zich in collectieve verontwaardiging. Ja, en dan beginnen ze met z'n allen. Ja, ja, ja. En dan hebben ze hem laten weten aan de Haptamu. Hebben ze laten weten, jij moet ook boos worden nu. Jij moet ook boos zijn, want het is racisme. Ja, dat begrijp je toch wel, Haptamu. En toen ging Haptamu, oh, die ging even nadenken en die dacht, oh, ja, inderdaad, ja, het is racisme. En toen ging de hele bal ging rollen en toen ging, zeg maar, heel links-Nederland qua deugdneus. Die gingen ook mee zitten tikken. Frans Timmermans, hup, die klom in de Twitter. En jongetje Jette. Ja, en die gozer van die dassen van Volt. En ja, dan gingen allemaal, ja, dat kon toch niet op nationale tv. Racisme. En toen ging iedereen weer dat gezellige collectieve verontwaardigd spelen. En dan komen er allerlei figuren ook in actie. En dan moet er het programma moet er gecanceld worden. Zo, die Hofman, die Tim Hofman. Ja, die gaat dan ook tegen de adverteerders. Die moeten dan weg. Er beginnen ook allerlei mensen dan te roepen. En de hele boel moet verdwijnen. Het is toch ook wat, vrienden. Ik heb het zien gebeuren. En ik dacht alleen maar bij mezelf. Was dat racisme? Is dat racisme? Ik heb dat hele gevoel niet gehad. Nee. En ik ben er echt super gevoelig voor zelf. Als ik het hoor of als ik het ergens zie of zie ik horen gebeuren, dan zeg ik er altijd iets van. In dit geval, ik had het gevoel helemaal niet dat het racistisch was. Nee. Ja. En Johan heeft het zeker niet zo bedoeld. En dat heeft hij ook al gezegd. En Johan Derksen is ook absoluut, vrienden, ik ken hem een beetje, absoluut geen racist. Nou, oké, dat weten we dus. Maar stel je nou voor, vrienden, dat ik dat zou doen. Ik zou daar, wonend in Friesland, zou ik zeggen, wow, ik ga daar eens eventjes de Friese taal promoten en noem het allemaal maar op. Nou, dan zou Johan Derksen waarschijnlijk tegen mij zeggen, hey, Vermeegen, doe even normaal. Je bent er helemaal niet geboren. Je bent helemaal geen Fries. Hou op. Nou, en dan is dat gewoon een opmerking. Punt. En dan gebeurt er niks. Nou, doe ik even een donkere huid aan. Hè? Dan heb ik even een donkere huidskleur. En dan hetzelfde verhaal. En dan is het in één keer racisme. Vrienden, het is constant die verwarring die we met elkaar hebben. Altijd wordt dan de huidskleur erbij gehaald en dan wordt het verward met racisme. Vrienden, dat is niet zo. Nee, en daar moeten we mee ophouden. Want zo komen we constant maar tegenover elkaar te staan. En dan weten we straks niet meer. Door dit soort onzin en flauwekul weten we niet meer wat echt racisme is. Dat is heel, heel, heel iets anders. Dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Het is niet eens verre familie van racisme. Nee. En daarom moeten we hier mee ophouden met elkaar hier de maat te nemen over dit soort dingen.